Er zijn een aantal gierige mensen geplaatst op hoge posities bij de overheid en het bankwezen de afgelopen jaren. Ze hebben er onder meer voor gezorgd dat er veel misging bij de centrale bank, waardoor de economie rakenklappen heeft moeten incasseren. Deze conclusie trok de accountant Hans Moysen gisteren bij een webinar van de Kenniskring. Ik kom tot mijn conclusies. Dit is allemaal gebeurd omdat te veel mensen, ongeschikte mensen, op te hoge posities functioneerden bij de centrale bank, maar ook bij de overheid. Ze hadden niet de kennis en ervaring die nodig was om deze functies te vervullen, maar ook niet het moreel en ethisch besef om de zaken goed te doen. Ze waren te gierig naar een hoge functie, zo heb ik het genoemd, en ze zijn door de voormalig minister van Financiën als marionetten misbruikt om de dingen te doen die we nu allemaal voorbij hebben zien komen. Een groot deel van de IMF-steun is dus gewoon nodig om de centrale bank weer een beetje body te geven. Moysen zegt dat het verlies dat de Surinaamse staat heeft geleden terugbetaald zal worden uit de belastinggelden die de overheid int. Dat houdt in dat de samenleving dat gelag moet betalen. De recente rechterlijke vonnissen van toppers uit het bankwezen geven aan dat ze de staat fors hebben benadeeld. Politicus Karl Breveld deelde zijn visie over de vonnissen met de samenleving. Ja, als er een schandaal in zijn bij banken, dan is dat een schok die gaat door onze samenleving. Want banken zijn bij uitstek de plekken waar vertrouwen een hele centrale rol behoort te vervullen. Wanneer dus deze vonnissen ons bereiken, dan zijn wij als samenleving zeer geschokt en kom je in onzekerheid met betrekking tot zaken die gewoon absoluut zeker moeten zijn. Dat zeker. Daarnaast is het zo dat als ik vanavond spreek, ik vooral spreek niet zozeer als jurist, maar naar aanleiding van de vonnissen. Het lijkt mij dat hier ook sprake mag zijn best over een collectieve schuld. Er is namelijk ook, met name door de Nationale Assemblée, ruimte geboden aan de minister van Financiën en in het verlengstuk natuurlijk de anderen die betrokken zijn om een beleid te voeren die eigenlijk desastreus is geweest. Breveld zegt dat de raden van commissarissen bij de banken een belangrijke rol hadden als toezichthouders voor preventie van de strafbare handelingen. De politicus zegt dat er meer eerlijkheid aan de dag gelegd moet worden over wat zich heeft voltrokken binnen de bankierswereld.